Groot defilé en commando-overdracht op het Marktplein. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. De Koninklijke Landmacht pakte gisteren groots uit bij de commando-overdracht van het operationeel ondersteuningscommando Land op het Marktplein van Apeldoorn. Die eenheid is de grootste van de landmacht en heeft haar hoofdkwartier op de Frank van Beinen kazerne in Apeldoorn. Voorafgaand aan de commando-overdracht was er een defilé waar ruim 1000 militairen aan deelnamen. Brigadegeneraal van Giensven droeg het commando over het OOCL over aan zijn opvolger, de brigadegeneraal De Jong. De OOCL is erg gevarieerd. Is het nou moeilijker om daar dan leiding aan te geven? Op zich is dat best lastig, want het is natuurlijk inderdaad, zoals je al zegt, een hele gemêleerde, breed samengestelde eenheid. Maar ik heb prima ondercommandanten die, als ze daar voldoende richting krijgen, prima hun eigen winkel kunnen bedienen. En ik heb dus wat dat betreft vertrouwen in mijn ondercommandanten. Daar moet ik het van hebben. En wat zijn uw aandachtspunten voor de komende jaren? Vooral het personeelszorg. Wij hebben een vrij groot bestand aan mensen wat als gevolg van de vorige reorganisatie geen baan meer heeft. En die we dus moeten begeleiden naar een baan in de burgermaatschappij. En daarnaast zijn er een paar eenheden waar de toestand van het materieel niet is zoals we dat eigenlijk zouden willen. Dat zijn mijn twee hoofdaandachtsgebieden. En hoe gaat u die aanpakken? Personeel, ja, dat is bijna maatwerk. Daar moeten we dus echt heel veel tijd in stoppen om mensen te begeleiden naar een baan buiten Defensie. En de materiële inzetbaarheid, dat is toch vaak ook een kwestie van de juiste prioriteit stellen. Geld vrijmaken, de juiste reservedelen kopen en dan vervolgens de spullen repareren. En wat zal uw functie daarin zijn? Ja, ik blijf de commandant, dus uiteindelijk eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Dus ik zal met grote regelmaat vragen hoe het erbij staat en doen wat ik kan om de zaak te helpen. Na de ceremonie kon het publiek het materieel van de landmacht bekijken dat op het Marktplein was opgesteld. In de burgerzaal van het gemeentehuis was er een receptie voor genodigden. Op zaterdag 19 april is er bij RTV Apeldoorn een uitgebreide reportage van de commando-overdracht te zien. De politie heeft gisterenmiddag nog een extra sporen- en buurtonderzoek gehouden aan de Van Slingerlandstraat in Apeldoorn-Zuid. Dit naar aanleiding van de ernstig mishandelde 15-jarige jongen die in de nacht van 22 op 23 maart met een harde metalen voorwerp bewusteloos werd geslagen. De jongen werd aan de Eerste Wormseweg aangetroffen, maar volgens de politie werd de jongen aan de Van Slingerlandstraat mishandeld. De jongen is inmiddels alweer thuis, maar heeft vermoedelijk blijvend letsel aan de mishandeling overgehouden. De politie zoekt nog getuigen en kunnen zich melden via telefoonnummer 0900 8844 of via meldmisdaad anoniem 0800 7000. Het kadaster van Apeldoorn is als beste werkgever uitgeroepen. Dat maakte staatssecretaris Jetta Kleinsma gisteren bekend. Het beste werkgeversonderzoek werd dit jaar voor de 13e keer uitgevoerd door ruim 200.000 medewerkers bij meer dan 300 werkgevers. Het kadaster kreeg de prijs omdat het bedrijf veel aandacht heeft besteed aan arbeidsintegratie van gehandicapten. Werknemer Bastiaan Kieftenbelt is visueel beperkt en heeft daardoor een geleidehond bij zich. Hij heeft zijn baas voorgedragen en niet zonder succes. Het kadaster was een van de 22 genomineerde werkgevers voor de prijs.